Ik ben Daniel Schoneboom, verslaggever bij VTBL en Ajax-watcher voor datzelfde platform. Mij is gevraagd om twee spelers te nomineren voor de titel van voetballer van de eerste seizoenshelft. En voor de eerste nominatie kijk ik hier achter mij en daar loopt hij, Matthijs de Ligt. Natuurlijk al heel lang goed in de Eredivisie, maar ook dit seizoen laat hij zien op internationaal niveau zeker mee te kunnen. In de Champions League tegen Bayern München was hij fantastisch. En ook in de Kuip tegen Frankrijk heeft hij Mbappé volledig uit de wedstrijd gespeeld. Nou, dan ben je een hele grote en verdien je wat mij betreft de titel voor beste speler van de eerste seizoenshelft. Ik moet nog iemand nomineren, dat doe ik dan maar. En daarvoor gaan we naar het noorden van Nederland, naar Groningen. Daar speelt één echt goede voetballer en dat is Ritsu Doan, de Japanse balkunstenaar. Onaanvolgbaar met zijn dribbles en een fantastisch schot in zijn linkerbeen. Zo bewees hij onder andere tegen Heerenveen door die bal schitterend in de bovenhoek te schieten. Dus dit zijn mijn twee nominaties en daarmee moet je doen.